Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een mix van wolkenvelden en wat zon in de kustgebieden. In het binnenland is het in eerste instantie vrij zonnig, maar ook daar gaan wat stapelwolken ontstaan. En na een koude start lopen de temperaturen vanochtend op naar een graad of 11. In het noorden van het land kan een enkel buitje vallen, maar de hoeveelheden neerslag stellen weinig voor. Dat geldt ook voor de middag. De temperatuur loopt dan nog wat verder op. Het wordt 15 graden in het noorden tot 18 graden plaatselijk in het zuiden van het land. En die 18 graden is echt wel het maximum, met een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond klaart het dan weer flink op met snel dalende temperaturen. In de nacht kan het in het binnenland weer behoorlijk fris worden, met ook weer kans op vorst aan de grond. Morgen hebben we een rustige dag wat wind betreft. Zwak tot matig hooguit, met in het noordwesten misschien nog een buitje. Later op de dag krijgen we meer ruimte voor de zon. En in het zuiden kan het al 18 graden worden. Het Kwik gaat de dagen daarna nog wat verder omhoog. Vrijdag op een enkele plek 20, met vooral in het zuiden veel zon. Zaterdag een zonovergrote dag, met in het zuidoosten misschien wel 25 graden. En zondag wordt het wat wisselvalliger. Het is wel warm, maar de kans op een bui neemt tegelijkertijd ook wat toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl